ik vind hem eigenlijk een supergoed talent. Hij doet altijd heel erg zijn best. Hij is fel. Hij is technisch. Ja, en hij doet het met plezier. Ja. Hij voetbalt sinds de zevende, denk ik. En ik zag gewoon dat hij zat eerst bij FC Schalewijk, dat hij gewoon beter was dan de rest. Het ging er makkelijker af. Hij hoeft er geen moeite voor te doen. Waar ben jij heel goed in? Lef aan de bal en fel in duels en gewoon acties maken en scoren. En wat vind je het leukste dan? Fel. En lef. Waarom? Want fel, dan word je sterker van en bij lef kan je gewoon je acties laten zien. Zo. Met de coronatijd is eigenlijk FC Schalewijk gestopt. Toen zijn we naar Bergen Sport gegaan. Na 3 weken mocht hij naar de JO 8-1. Binnen 2 maanden mocht hij stage gaan lopen bij Vitesse, bij NSC. En toen had hij overal stage gelopen. En toen kwam hij in het regio-team. Bij alle twee, eigenlijk op ongeveer hetzelfde moment. En nu is hij na 3-4 trainingen bij alle twee aangenomen. En dus nu moet hij keuzes maken. Bij NSC was heel leuk de trainer en de trainingen. En bij Vitesse dat was hetzelfde. Wie is jouw voorbeeld in het voetbal? Wie vind jij een goede voetballer? Frenkie de Jong en mijn eigen. En waarom Frenkie de Jong? Want hij doet zoveel acties en als hij valt, dan gaat hij meteen doorzetten voor de bal te pakken. En hoe vind jij het? Hoe trots ben je? Ja, heel trots. Ja, echt. Elke keer als hij iets belangrijks moet doen, krijg ik gewoon de tranen in mijn ogen als hij het goed doet. Ik ben echt super trots op hem.